Hoi en welkom bij weer een nieuwe video. In deze video gaan we deze Wooden Paint by Number set uittesten. Dit is van het merk Avec en deze ligt momenteel in de winkel bij de Action voor €1,99. Zoals je ziet, er zitten twee verschillende designs in. En ik ben gewoon vooral heel erg geïntrigeerd door het idee. Ik moet zeggen, iedereen kent inmiddels wel de Paint by Numbers ideeën. Er zit hier ook een heel duidelijke gebruiksaanwijzing bij met welke nummers waar moeten komen. Maar het feit dat het op hout is, die had ik nog niet eerder gezien. Tenminste, ik niet. Misschien jullie wel, ik niet. En het is een complete set. Dus allereerst hebben we hier twee kwastjes. Één puntkwastje, één platkwastje. We hebben hier ook natuurlijk de verf. Hier is alweer duidelijk op te zien dat er iets vergeten is. Namelijk de cijfers die corresponderen met de Paint by Numbers. Dus ik weet niet of ik toevallig een fabrikage foutje heb of dat dit gewoon standaard verkeerd is. I don't know. Gelukkig zit er wel een referentieafbeelding op de achterkant van de doos. En omdat hier maar één keer de kleur groen op gebruikt is, kunnen we op die manier heel duidelijk uitmaken welke kleur waar moet. Dus heel simpel gezegd, vanuit de lichte kleur ga je tellen en dat is dan 1 en dan ga je helemaal naar rechts tot en met 6. Allereerst hier hebben we dus het eerste design met dit mooie blad. En het is er eigenlijk echt gewoon ingelezerd, kwalitatief gezien, ja, op zich wel oké. Het is gewoon heel dun, triplex, ingelezerd, heel simpel. Maar ik moet zeggen dat ik het concept op zich wel heel leuk vind. Ik pak natuurlijk eventjes hier de chart erbij, zodat ik precies weet welke kleur waar moet. En dan kunnen we gaan beginnen. Ik moet zeggen, bepaalde kleuren komen echt anders over op het hout dan dat ze ogen zo op het potje. Natuurlijk is dat op zich wel enigszins te wachten door middel van de ondergrond. En hoewel ik zo voorzichtig mogelijk doe en oplet hoe ik de kwast doe gebruiken, blijven toch wel enigszins de strokes van de kwast zien. De kwastjes zelf zijn overigens niet de beste kwaliteit, maar hoeveel kun je er ook eigenlijk van verwachten als deze complete set maar €2 kost? Wat er eigenlijk op neerkomt dat het maken van één zo'n wall decoratiebordje maar €1 is. Dat is echt drie keer niks. De bordjesverf zijn wel niet helemaal gevuld en sommige kleuren worden wel echt veel gebruikt op alle tweede designs. Dus ik vraag me wel af of ik dadelijk nog voldoende verf over heb uiteindelijk voor als ik de tweede design een keer wil maken. Maar al met al is het op zich wel oké. Ten eerste, het design zelf op het bordje is enigszins simpel. Dit houdt in dat je op een enigszins snelle manier toch wel een leuk decoratiestuk hebt gemaakt. Vind ik de kleurcombinaties zoals die aangegeven staat op het bordje perfect? Nee, niet echt. Vooral hier deze basiskleur, nummer 1. Dit komt op camera iets minder over als in het echt, maar hij komt eerder een beetje licht paars over dan beige. Die vind ik persoonlijk iets minder en ja, ik vind de kleuren zelf ook gewoon net iets verkeerd eigenlijk toegepast. Dat is eigenlijk mijn enige tip die ik er vooral bij heb. Als je dit in elkaar gaat zetten en gaat verven, kies gewoon voor jezelf waar welke kleurtjes moeten. Want de kleuren zelf zijn op zich wel mooi. En ik vind het groen ook echt hartstikke mooi. En ook vooral ook die burnt umber. Of hè, dat burnt orange wat we als eerste gebruikten. Maar die zit eigenlijk het minste erin. De afbeelding zelf op de doos en het uiteindelijke eindresultaat. Kun je wel zien dat er echt een duidelijk kleurverschil in zit. Natuurlijk zit er altijd een kleurverschil in. In de zin van wanneer iets geprint is. En wanneer we echt te maken hebben met in het echt. Maar heel simpel gezegd, gezien het feit dat dit maar een klein prijsje is, moet ik zeggen dat dit toch echt wel een dikke duim omhoog verdient. Dit is zo'n klein leuk projectje wat je eigenlijk enigszins toch wel eigen kan maken. Leuk voor op een regenachtige dag en enigszins wel oké qua kwaliteit. Dat was het niet weer voor deze video. Hoop voor jullie weer leuk. Als je hem leuk vond, vergeet dan vooral een duimpje omhoog te geven. En ja, wil je video's vaak zien, die vooral op neer op mijn kanaal. Hoop tot de volgende keer weer. Doei!